Aandelen of andere beursgenoteerde producten koop je via een beleggingsrekening en daar leg je een kooporder in. Let goed op, want je kunt kiezen uit verschillende type kooporders. De belangrijkste zijn de bestensorder en de limietorder. Wanneer je kiest voor zo'n bestensorder, dan koop je tegen de eerstvolgende koers waarop handel mogelijk is. En dat is de best mogelijke prijs op dat moment. Stel je wilt een aandeel Jim Jan kopen. De laadkoers is 7 euro. Dat is de prijs waartegen de verkopers bereid zijn het aandeel van de hand te doen. Leg je nu een bestensorder in, dan koop je de aandelen waarschijnlijk voor 7 euro per stuk. Maar je aanschaf kan ook veel duurder uitvallen. Ja, en bij een limietorder dan geef je juist aan wat je maximaal wilt betalen. En je weet dan vooraf waar je aan toe bent. Stel, je wilt niet 7 euro, maar maximaal 6 euro betalen. Dat bedrag geef je op als limiet. Daalt de koers, dan koop je voor de eerste prijs op of onder 6 euro. Maar ja, als de koers stijgt, dan wordt je order niet uitgevoerd en heb je het aandeel niet gekocht. Met een limietorder staat dus vast welke prijs je maximaal betaalt, maar niet of iemand akkoord gaat met je bod. En bij een bestensorder weet je zeker dat je het aandeel koopt, maar weet je van tevoren niet tegen welke prijs dat zal zijn. Het RTLZ beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.